Ik ben niet Aaf van Kostjes. En ik ben niet Mark-Marie Huibrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Stewards en stewardessen. Nou ja, Aaf. Stewards en stewardessen, dat is het thema. De ja. Do's en de don'ts. Wat zeg je er wel tegen? Wat zeg je er zeker niet wat tegen? Wat zeggen ze tegen jou? Wat zeggen ze tegen jou? Zeggen ja. ze wel iets tegen jou? Ja. Hou je van nootjes? Warme nootjes. Zijn chicken or pasta? Is er... ja, dan heb je altijd dat je bij de buren denkt... hè, dat had ik beter dat ja, kunnen wil je ruilen? Oh, hè, is er nog kip? Want dat ziet er zo lekker uit. Ja. Ja. Nee, de kip is op. Oh, dat vind ik ook zo vervelend. Als ze dan... Nou goed, daar hebben we het straks over. Ja. Dus, maar goed, dan kunnen ze dus zoveel niet kwesties. Nee, dat is niet hun schuld. Dat is de schuld van de kip. We hebben een roddelblad. Roddelblad is ook weer iets. Ik ga de laatste tijd iets ruimer nemen. Je bent een beetje experimentele fase nou, geraakt. Nou, dat komt ook een beetje wel leuk. Je ging door een aantrekker. Op een gegeven moment hebben we het wel gehad ja, met Jan Uriot. En hoe heet door. Die mensen allemaal, ja. Dus dan is het ook goed om verder te kijken. Dus Glossy. De Glossy. En we hebben de vraag van de week. En we hebben de suikeroom. Ja, dat is nu HelloFresh. Oh, trouwens heel eventjes nog. Next Story van vorige week. Dat is heel goed om te zeggen. Want wij kregen door dat die kortingscode, die werkt nog steeds. Ja, dus we hebben nog eigenlijk een klein suikeroompje erbij. Ja, dus je kan daar nog steeds 2 maanden gratis proberen. Next Story, 270.000 titels of zo dan hebben kan ze. Je lezen, hartstikke leuk, kan je en lezen. Luisteren. En de kortingscode is... MMA lezen iets. Lezen niet. Ja, en Next Story is nextory.nl. Super. Maar goed, HelloFresh gaan we dus ook nog heen praten. Een hele verse hebben we. Een nieuwe suikeroom. Als we op iets komen met eten. Eten, geen zin aubergine, hebben. Of geen zin hebben. Of, ja. of juist zin hebben om te koken, maar denken van wat zal ik wat maken? Wat in godsnaam. Oh, hey, daar staat iemand voor de deur met zijn deus. De deus met zijn deur. Nou, hartstikke goed. Dus daar gaan we allemaal over hebben. Ja. Nou, super. Hoe was je week? Maar Marie, ik heb dus een nieuwe verslaving op Netflix. Oh. En het is zo'n goddelijke serie, maar ik moet de titel erbij pakken, want hij is zo lang. Het is namelijk Frans. Het heet L'Agence. L'immobilier de luxe en famille. En het is dus Funda TV, daar ben ik gek op. Dat zijn gewoon mensen die gaan huizen zoeken. Maar het is dit keer in Parijs. Oh. En het is een gezin met 4 zonen, waarvan er zeker 2 heel knap zijn. En vader en moeder en 4 zonen. En die hebben dus met z'n allen een makelaarskantoor, de luxe. Dus dat gaat dan steeds naar hele mooie kastelen of van die appartementen aan de Haussmann. En... ik word helemaal gek van de feelgood. Het is zo fijn om naar te kijken. En tussendoor gaat natuurlijk 1 trouwen. En dan hebben ze een gekke oma. En die gaat op een dating site. En zitten ze tussen de middag warm te eten. Ja, met wijn en zo. Oh, het is... En broodstokbrood. Goddelijk. En het is hartstikke nep en gescript. Oh. Dus ze is dan steeds een miljonair. En die gaat dan even met ze naar Ibiza. Het rustige deel. Oh. En die koopt er dan binnen 2 dagen een huis. Dat je denkt, nee, maar dit... dit is echt niet geloofwaardig, maar het maakt me helemaal niks uit. Het is zo Frans en het is zo met precies de goede broek aan. En oh ja, het is gewoon reizen zonder te reizen. Ja, wat fijn. En dat zelfs wetende dat ik binnenkort misschien wel weer echt in een land ben wat niet Nederland is. Maar het is... Nou, jouw leven staat op z'n kop, hè? Je gaat misschien ik op vakantie. Ik ga gewoon op vakantie. En, dat is pas over 3 weken, maar het lijkt echt 2. Alsof ze gewoon 24 uur per dag met die reis bezig is. Ja, dat klopt. Het lijkt alsof ze voor heel de familie zelf badkleding aan het maken is. Die ook is nog ook klaar zo. Moet. Behalve die momenten dat ik mezelf even laat verzinken in l'agence l'immobilier de luxe en famille. Want wat je ook met Aaf afspreken zegt. Oh nee, maar ik ga op vakantie dus ik kan niks meer. Als ik zeg maar, hoe lang duurt het nog? 2 weken. Nou ja, dat vind ik echt een ja, maar jij weet niet wat voorpret is. Ik weet wel wat voorpret is. Maar wat ik niet weet is hoe het om moeder te zijn. Nee, want ik weet je echt niet. Wij moesten altijd op mijn moeder wachten. En dan zaten wij in de auto. Zei weer, goh, mam, we zitten altijd... Maar dan zegt mijn moeder, ja, maar ik moet alles doen. En ik moet zorgen. En dat is ook zo. Ja. Zij moest zorgen dat alles op slot zat. Ja. Dat de oven uit was. De kat in hun bakje. Precies. Is het gas nou echt uit? In de piano water had ik gehad. Zij moest alles doen en dan kwam alles op haar. Dus daar heb ik alle respect voor. Ja, dank je. Maar verder geen respect. Nee, maar 2 weken dag en nacht in teken zetten van de vakantie misschien gaat heerlijk. Komen. Ja. Wonderlijk. Dan werk je jezelf in een stress waardoor je ook denkt, vakantie. Ja, heerlijk. Ja.
Wij hadden op vakantie nu, ik ben dus al geweest naar Corfu, hadden we daarnaast zat een Frans gezin. Zo moest ik aan denken, met ook een knappe jongen erbij. Er waren een ouder gezin, zeg maar. Dus die kinderen, die een had al een verkering. Ik weet niet of de meisje van die ene zoon was, van die andere zoon. Of zij misschien de dochter was, want wij hadden niet echt supercontact. Maar onze tuinen, die grenzen aan elkaar. En ik hoorde heel het pingpong. Ze zaten heel de, en ze hadden zo'n vader. Ik weet niet, hebben we het er al over gehad? Nee. We hebben zo'n vader die zo heel erg sportief is en die zonen opjut. Weet je wel, zo'n gezin dat je denkt, laat dat ze gewoon ongezond. Ja, je hoeft niet zo competitief te zijn. Dus dan hoorden ze heel de pingpongen, ping. Nou, ik Frans ben er ook een beetje gek van. Dus toen zei ik tegen Spiridula, die was de eigenaresse van het huis, zeg, goh, die pingpong daar van hiernaast. Toen gingen ze weg, die Fransen. Die partier. En toen zei we, zei die pingpongtafel, zegt ze pingpongtafel, hadden die mensen een pingpongtafel meegenomen, zelf, uit Frankrijk, om daar te pingpongen. Waren ze met een vrachtschip gekomen? Nou ja, gewoon met een auto. Maar en toevallig dacht ik ineens, ik hoorde ze vanochtend inderdaad met iets rijden. Zo, dat kan toch geen koffer zijn? En dat was dus gewoon de pingpongtafel. Maar wie neemt er in godsnaam een pingpongtafel mee op vakantie? Ik vind het wel. Ik vind het echt. Extraordinair. Ja. Ook wel irritant, hè? Dat dan altijd als jij ergens komt, want ik vind het geluid van een pingpongtafel gezellig, maar niet 24/7. Op een gegeven moment is het mooi genoeg. Ja, geweest. En dan dus eigenlijk de verhuurder heeft er ook niet zoveel over te zeggen, want je hebt hem gewoon zelf meegenomen. Ja, en dan en je hoorde onder die pingpongtafel zeggen ook van die ouder, van die kinderen en van die zonen zo heel erg dat testosteronverlangen, die verwachting van, ik ga het nou die vader overheersen. Dat lukte dat niet, of lukte we? Ik heb er verder niet opgelet, maar er was een familierelatie. Je voelde gewoon de problemen door de schutting komen, zeg maar, door de heg. Door de pingpongtafel. De mooie gevlochte heg was van het Spiridula. Eigenlijk. Van Spiridula. Ja, Spiridula, daar waren wij wel dol op. Maar goed. Hoe was jouw week? Mijn week was, ik was weer een beetje verloren geraakt op YouTube, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik was weer aan het En je hebt keuzes. Je heel mag veel keuzes. Het verhaal hebben. Nee, maar jij hebt keuzes. Oh, leuk. Keuzes. Okay. Je mag het verhaal hebben wat in Nederland afspeelt. Gruwelijk, maar wel ook heel bijzonder. En dat was niet van YouTube. Dat heb ik gewoon, dat is gewoon zo bedacht. Vrije nieuwsgaring. Vrije nieuwsgaring. Dan had ik ook nog internet. Wel een beetje. Nou, ook wel. Ja, nee, ook wel gruwelijk. En dan nog één met een tandarts. Een tandarts? Is er één waar geen kinderen bij beschadigd worden? Geestelijk of lichamelijk? Allebei? Wat die wil je horen? Maar nee, die wil ik niet. Ja, zeker zijn het twee. Eentje is het niet, want die moeder die schiet. Nee, die wil ik niet horen. Nee. Sorry, dat die moet ik waar je even voor je eigen zichzelf podcast. Zo door de arm geschoten. Nee, nu vertel je het toch. Zichzelf door de arm geschoten. Maar goed, oké, die niet. Okay. Dan zal ik de tand. Ja, nou, dat was in Amerika was het tand. Zo fijn dat er geen kind bij betrokken is. Dan mag je zo praten. Ja, of ik moet heel toevallig direct tijdens het praten ineens toch een kind tegenkomen. Dat weet ik niet, maar zo op eerste instantie geloof ik niet dat er een kind ergens wordt beschadigd in die dingen. Maar goed, ik kom het dicht bij de radio zitten, want het was een kilneus en oogarts uit Amerika. En die had al heel lang een vrouw, gewoon dus zijn vrouw was gewoon mee getrouwd, niks aan de hand. En hij had miljoenen, hij was heel rijk, want hij had een heel grote praktijk en allemaal andere mensen. Ja, KNO Imperium. En het was in een. Hij was speciaal daar gaan zitten waar er heel veel luchtverontreiniging was. Bij Tata Steel, zeg maar. Zo vlak in Tata Steel. Ja, lekker en, business. Ja, dus al die mensen hadden problemen. Die waren allemaal op weg, weet je wel, kuchend naar de dood. Dus toen en ging hij dan helpen. En toen was zijn vrouw. Ook kinderen. En zijn vrouw, die was. Jarig. En zij ging bijvoorbeeld ook wel eens gewoon in een privéjet. Gingen ze gewoon dan naar Las Vegas en weet ik wat. Dus hij had helemaal een reis voor haar georganiseerd naar Europa. En toen ging ze daar naartoe. Zij was jarig de volgende dag. En toen zei hij van, morgen komt de verrassing, zegt zij die. Dat is echt gewoon, dan ga je. Je gaat morgen nooit meer vergeten, zei die. En toen. Je ziet echt peentjes te zweten hier. Nou, zij ook. Het klinkt allemaal zo'n leuke verjaardag nu al. Dus de volgende dag was hij vroeg opgestaan. Toen had hij afscheid. Toen zei hij, daar ik ga weg. En ik kom straks terug met je verrassing. En toen, de
dag gewacht. Dus hij kwam niet terug. En toen s'avonds, het waren op een schip. Oh, dat was ik aan het vertellen. Zijn eigen schip. Hij had een enorm schip. In Europa. Ook. Ja. En daar zaten zij met z'n tweeën op. En met de schippen, met de kapitein en bemanning en zo. En toen s'avonds was ze nog steeds. En toen ging hij, zei op een gegeven moment, ging zij naar de kapitein. En zei, goh, hij is nog steeds niet terug. Wat zullen we doen? Zei de kapitein, nee, maar hij komt ook nooit meer terug. Dat wist de kapitein. Ja. Want de kapitein... En hij is nooit meer teruggekomen. Hij had vanuit zijn praktijk in Amerika, had hij allemaal, en dat vonden mensen daar in de praktijk wel raar, liet hij allemaal spullen komen daar naartoe. Een tent en weet ik wat. Dat, had dat hij werd allemaal, er allemaal bezorgd. Ja, dat had hij allemaal verscheept aan Europa, stiekem. Want hij wist precies wat hij ging doen. Hij ging gewoon verdwijnen. Want er was een rechtszaak op komst. Waarin hij miljoenen werd geëist. Omdat hij allemaal poliepen bij mensen weghaalde die er niet waren. Dus hij had oude röntgenfoto's van iemand met heel veel poliepen in zijn neus. Oh. En die liet hij aan iedereen zien. Alle dezelfde foto's. Zei hij, kijk, dit is allemaal bij u. Jeetje, zeg, gewoon heel groot hart. Snor zo op de foto. Zei hij, dit is toch van u. En dan zei hij, zo wordt het. En dan gaan we die poliepen gaan we wel eventjes weghalen. En er was er helemaal niks aan de hand. Maar dan sneed hij gewoon of wel open. Of soms deed hij ook wel gewoon onder de koos brengen. En helemaal en niks doen. Dan ging hij gewoon buiten sigaret roken. Gewoon veilig. En dan kwam hij terug en zei hij, hé, het is goed gegaan. De poliepen zijn weg. Wat een crimineel. Ja. Dit zag hij aankomen, dus hij had alvast een tent besteld en een gastje. Ja, maar dus die vrouw dus niks gezegd. Dus die vrouw die... Maar wat gemeen om dit als verrassing te brengen. Ja, dat is echt gemeen. Maar hij was al gemeen natuurlijk, omdat hij dus die poliepen weg had. Hij was een sociopaat. Het was niet dat hij daarvoor heel leuk met blinde kinderen werkte. En nou ineens... Dus hij was al wel heel gemeen en naar. Ja. Dus hij had... En toen hebben ze hem uiteindelijk gevonden. Woonde hij op een berg in het ijs met een transseksueel. Waar had hij die transseksueel vandaan getoverd? Uit een Italiaans dorpje. En toen mee naar een berg op het ijs. Ongelooflijk omslachtig plan. Nou ja, en maar had hij die transseksueel ook al vooruit gepland? Nee, was dat gewoon nee, die had hij daar ontmoet gewoon in een supermarkt, geloof ik. In een kleine supermarkt in een Italiaans dorpje. Zoals dat gaat. Zoals dat gaat. Maar hij had dus... hij had dus alles gepland vooraf. En hij bleef zijn creditcard gebruiken. Dus zijn vrouw, die ging gewoon dan zag ze... Oh, hij is nu in Parijs. Want dan zag ze, hij is in Parijs. Dan ging ze meteen zonder spullen, ging ze gewoon naar het vliegveld. Ging ze naar Parijs. Dan was ze net een dag altijd te laat. Was hij net weer uit het hotel. Ja, en ik denk ook iemand zoeken in Parijs. Het is ook wel een opgave. Ja, nee, er was ook een opgave. Ik weet dat Amerikanen denken dat Parijs... Oh, ja. Dat is gewoon één straat. Maar uiteindelijk is hij gepakt en heeft hij ook wel vastgezeten. Maar hij is nu weer vrij en nu zit hij in de bitcoins. Oh ja? Ja, interessant, hè? We gaan naar het hoofdonderwerp. Ja, stewards en stewardessen. Stewards en stewardessen. Ja, alias cabinepersoneel. Ja, wat vind je ervan? De do's en don'ts? Ja, zeker. Jij hebt ze weer gezien in actie recentelijk. Want jij zat in een echt vliegtuig. Ik heb ze natuurlijk regelmatig in actie gezien. Een zwaar beroep. Het is een heel zwaar beroep. Ik ging eventjes op de Wikipedia kijken. Oh. En dan zie je voordelen en nadelen. Vond ik heel goed dat daar even gewoon twee hoofdstukken van waren gemaakt. Door degene van deze Wikipedia pagina. Voordelen spreken een beetje voor zich. Je vliegt de hele wereld rond. Hartstikke leuk. En je mag ook stand-by vliegen. Hè, als er een plekje over is. Ja. Dat leek mij altijd super fijn. Ook, oh. Maar er stonden meerdere nadelen. Zoals dat je altijd een jetlag hebt en zo. Maar ook, dat vond ik heel boeiend. Hoe noemden ze dat? De natuurlijke afstandsregel tussen mensen wordt in jouw beroepsgroep aanhoudend verbroken. Oh. En daar had ik nooit over nagedacht. Nou, je denkt dit jaar vrij veel over afstand na. Maar dat is waar, dat als steward of stewardess heb je nooit een lekker plek voor je aura, zeg maar. Nee. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. Je bent altijd tegen mensen aan het botsen en langs mensen. Ook in die pantry en zo. In de pantry, jongen. Hoe druk het daar is met je collegaatjes. Ja. Maar ook met mensen die naar de wc gaan en ineens in de pantry staan. Ja. En dat die mensen als jij die gaan rondlopen. Mensen die al zoals ik. Ik sta ook vaak met één been in de pantry. Ja, want wel. Ik vind het daar ook altijd wel gezellig. Dan zitten ze zo te kletsen en een beetje zo die vieze maaltijdjes op te warmen. En de rollen over piloot die roken. Met stewardess die en zo, toch? Ja, nou ja, dat schijnt dus een heel ding te zijn. Nee, maar ze zijn eigenlijk altijd op weg naar Krikkenstein met z'n allen, toch? Nou dat ja, is het verhaal. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Maar ik heb ook wel eens in een hotel gezeten waar zo'n hele delegatie dan aankwam. Dat vind ik altijd, dat is net alsof je in een loveboat zit of zo. Weet je, alsof je in een tv-serie zit. En dan vond ik ook wel dat er een hele
seksuele sfeer hing. Zo van, zo van die koeien die uit de stal worden gelaten. Je bent natuurlijk ook wel weer heel lang in dat piepkleine kabinetje geweest met z'n allen. En dan zit je in zo'n best wel leuk hotel. En dan zijn er cocktails. En heb je een week ervoor op het rooster gezien dat je zegt, oh leuk, het is met die. Precies. Oh, het is met Martin en Julia. En Lot. En nou ja, en dan kun je... En, ja, het we weer net het als zijn in vaak Bangkok. Ook best wel knappe mensen. Op de een of andere manier. Ja. Nou ja, dat ja, als je bijvoorbeeld met Delta vliegt. Dat vind ik echt een verschilletje. Ja? Delta... Nee, die zijn niet zo knap. Nou, wat die sommige dan, Amerikaanse hè? Airlines hebben ze nog vaak hele oude... Dat vind ik dus ook wel heel sympathiek. Vind ik super sympathiek. Ja, niet altijd van die jonge deernes. Nee, ik vind het juist heel erg leuk als een beetje... Tenminste, ja. als ze nog zin in het werk hebben. Want je dat hebt ook wel ouderen die denken... Goh, ik zou willen dat ik dood was. Maar ik heb hier na 45 jaar niet meer zoveel zin in... Nee. Om een natuurlijke afstand te laten doorbreken door jou... En dat is wel vervelend, maar als ze zin hebben, vind ik het hartstikke leuk, oudere mensen. Ja, ik vind het eigenlijk ook ergens heel bizar dat jarenlang, tenminste toen ik jong was, waren alle stewardessen waren blond en hadden een paardenstaart. Ja, wat was dat eigenlijk? Dat is toch ook eigenlijk niet helemaal normaal? Nee, maar dat was natuurlijk ook niet normaal. Nee, maar dat vind ik, achteraf denk ik, wow, dat was echt krankzinnig. Wij zijn wel eens een keer naar... met Turkish Airlines naar Istanbul natuurlijk gevlogen. En toen was er heel veel turbulentie. Oh. En toen zeiden ze elke keer... nee, door de turbulentie kunnen we helaas geen bediening doen. Nee. Maar je zag ze elke keer achter de gordijntje helemaal onder mayonaise zitten. Zij zaten alles op te eten. Hadden ze friet. Hadden ze verse friet. Met die frituurpan in de weer. Dampen. Het was turbulentie, maar die frituurpan kon goed. Nee, maar zij zaten zelf echt gewoon... Ik kan het niet meer op. Helaas. We hadden het zo graag willen brengen, maar ja, het kan niet. Dus we eten het zelf op. We hebben het allemaal zelf op moeten eten. Dat is verschrikkelijk. De eerste keer dat er ooit friet werd geserveerd in een vliegtuig. Dat was echt verschrikkelijk, ja. Maar weet je wat ik altijd doe? Wat voor mij stewardessen heel erg belangrijk zijn... dat als er turbulentie is... Dan gaan zij ook op hun stoeltje zitten. Hè? Huilen. Nou, dat is het juist. Dan word ik soms een beetje gespannen. Maar dan kijk ik naar de stewardess. De stewardess kijkt altijd relaxed. Want dat hebben ze natuurlijk ook op hun opleiding geleerd. Maar ik denk ook, zij doet dit 5 keer per week. Willens en wetens. Ja. Zij heeft ook vrienden en familie. En ze doet het gewoon zin wel. In het leven waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ze ziet eruit alsof ze straks heel veel lol gaat maken... in een of ander hotel overzees. Met Martin en... met Martin en Lotte en Julia. En dan zit ze daar zo heel chill op dat bankje. En dan denk ik, oké, als zij relaxed is, ben ik ook relaxed. Want zij neemt dit risico veel vaker dan ik. Ja. En dat is voor mij een hele belangrijke rol... die stewardessen spelen in mijn leven. Ja, dat snap ik. Turbulentie relaxmaker. Ja. Ze moeten ook wel echt relaxed zijn, vind ik. Dat is echt wel het... Het is echt niet oké als zij zo... Nee, want die weet je nog, die man die piloot die in Oostenrijk of zo zelfmoord ging plegen met dat hele vliegtuig. Ja, dat... 8 minuten lang. Dus die ene piloot die ging naar het toilet. Gooi ik een beetje... Plassen. Tinkelen? Ja, ze zegt in Duitsland. Nee, dat is prima, zei hij natuurlijk. Zat hij al heel op te wachten. En toen werd de deur op slot. En 8 minuten, dus 8 minuten lang, zie je een piloot op die deur bonzen. Dat lijkt mij echt de hel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook het erge aan een vliegtuig. Er is geen uitweg. Dus toen hebben volgens mij de stewardessen allemaal gewoon parfum gratis weggegeven aan iedereen. Als een soort loterij. Dat stomme beertje. Om ze maar bezig. Nee, niks aan de hand. Het is een spelletje van die piloten. Want je moet ook nog, je wil ook niet dat hele... Je moet altijd rustig blijven. Altijd rustig blijven. Het is zo niet mijn beroep. Altijd rustig blijven. Ik heb ook ooit een keer bij de Portugese tap... Ja. En daar was een stewardess en die had te grote schoenen aan. Oh. De schoenen waren te groot en de jurk was te klein. Dus de jurk had ze lang haar en dat liet ze achter op de rug los. Want daar kon je niet zo goed zien. Maar je kon dat wel die rits open stond. En iedereen ging die cockpit in. Die hadden allemaal familie met kinderen. En ik zag ze allemaal zo voor. Zo de cockpit. Dat kon toen. En was al na 9/11. Daar gewoon druk mee. Iedereen liep gewoon in en uit. En ze zaten er lekker wat te drinken. Als ze dronken, weer de kleren aan. Dat is niet vertrouwenwekkend. Nee, helemaal niet. Kom er ook maar even bij en ga maar lekker zitten. En wie wil er nog iets drinken? Heb jij toen ingegrepen? Want jij bent ook wel van te ingrijpen.
Nee, ik van, heb, mag ik even? Hallo? Ik heb niet één keer... Nee, want ik kan wel assertief zijn, maar niet dan... Op die, niet op levensreddende momenten? Nee, niet op levensreddende momenten, nee. Dan denk maar je gewoon, wel. Laat maar. Ja. Wat heftig, ja. 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 Maar het lijkt mij echt een heel moeilijk beroep, want... Iedereen is de hele tijd geïrriteerd. Ja. Heel veel mensen worden hartstikke dronken in een vliegtuig. Wat ik altijd een heel vreemd gebruik vind. Nee, waarom mensen zijn bang. Dus okay, mensen gaan dan wat drinken. Neem dan een kalmeringspil. Maar goed, het ja, nemen 25 Karin, die kleine flesjes. En kalmeringspillen en die drinkt dan wat. En op een of andere manier kan die ook... Ik lig en ik slaap. Oh ja? En hij kan gewoon echt niet slapen. Nee, gewoon. Nou, ik vind in een vliegtuig slapen ook wel heel lastig. En angstig. Nee, ik wel. Ik kan zo slapen. Jij gaat gewoon wel weg. Uit. Nee, maar er zijn natuurlijk mensen zijn dronken. Mensen willen de hele tijd dingetjes. Zit het op dat belletje te drukken. Ik zou van pure irritatie de hele tijd al overkoken. Ik bedoel, afzien van turbulentie. Ja, maar volgens mij is het echt belangrijk dat je weet welke strijd je wil winnen. Nou, en welke, dat is het. Dat leer je denk ik op de opleiding. Nou, want toevallig zag ik ook op YouTube een filmpje. Was een jongen die zat in economy. En die kon heel moeilijk slapen. En toen had een vrouw van eerst klas, die hoorde hem dat zeggen of zo. En die was er naar hem toegekomen en zei, goh, hier mijn ooglapje, weet je wel? Ja. Een ooglapje, weet je. Ja, zo'n slaapmasker. Dat ene oog, dat is een ooglapje zoals voor. Zoals piraat. Dat ze afgegeven. Leuk. Nee, maar... Gulle piraat. In de eerste klas ook. Dus, die hebben geld. Martin en Julia vonden dat prima. Maar dus toen kreeg hij dat ook. En toen kwam het weer. Dat zei, nee, dat is niet voor u. Dus voor de business class. En toen zei hij, ja, maar ik heb het gekregen. Het, ja. Nee, als we dat als iedereen dat door gaat geven, zegt ze, ja, maar... En dat is op internet, zie je dit filmpje. Oh. Dus dan zegt hij van, ja, maar u hebt haar toch dat slaapmasker gegeven? Ja, dan is het toch nu van haar. Dus als zij het dan aan mij geeft, dat is toch haar... Nee, want als iedereen dat gaat doen, u moet nu dat masker aan mij geven. Oh. Nou, dat je denkt, ja, ik weet niet welke pick strijd your battles, hier... echt. Ja, precies, ja. Ik weet niet wat voor problemen jij thuis hebt. Want heel vaak neem je natuurlijk problemen van thuis. Nee, snap je? En problemen uit het vliegtuig neem je ook weer mee naar huis. Ook mee naar huis, denk ik. Ja, dus het is een... Nou, misschien is dat vanuit de theorie... Ik kan me wel iets voorstellen. Kijk, je hebt misschien ook mensen die zo gul zijn dat ze zeggen... Ga jij dan maar op mijn business class stoel. Dan zien ze misschien een moeder met een baby. En die zit heel erg krap. En dan zeggen ze, we ruilen wel even. Maar dat kan je natuurlijk niet hebben. Dat andere allemaal mensen van stoelen gaan ruilen. We zijn even afgeleid, omdat er komt hier iemand binnen... gewoon heel stiekem, alsof hij er niet bestaat. Maar we zien hem natuurlijk gewoon. En die neemt allemaal spullen mee. Voor... Gelukkig werkt hij hier wel, heb ik het vage vermoeden. Hij neemt een statief mee. Ah joh, ach, statief, maakt jou wat uit. Van mij. Nee, mogen ze hebben. Is dan al deze meubels hier nog? Dus ik denk dat daar een soort... Ding ja, maar dan van, nog. Nooit zal er geruild worden tussen business en economy. Dat is waarschijnlijk een soort gouden regel. Van, je gaat ook niet al je champagne naar achter het gordijn doorgeven. Weet je wel? Nee, precies. Ah, jongens, neem ook een drankje en van ik, mij. Dan bestel ik nog wel een fles. Ja, precies. Ik bestel nog een maaltijd en dan geef ik die ook aan jou. Ja, precies. Dat is natuurlijk een heel hellend vlak. Begin met een slaapmasker, het eindigt ermee. Nee, dat iedereen dat die allemaal... maaltijd zit te eten. En dat ze met z'n allen vooraan gaan, want er zitten toch maar twee mensen. Nee, gevaarlijk. Nee, dat vind ik toch dat... ik vind dat. Nee, ik heb hier nog wel een uitklapbare stoel. Heb jij wel eens business class gevlogen? Ja. Ik één keer. Ja, het is wel fijn, ja. Op kosten van... Kosten van? Nou ja, dat ik een soort belastingbetaler journalistieke productie die werd gesponsord door de en dan ja, dan kon je gewoon echt je bed uitklappen, je kon gewoon liggend slapen. Hè? Het was niet te geloven. Maar ik was zo opgewonden dat ik helemaal niet meer sliep. Kon slapen? Nee. Alles doorgegeven aan de economie. Kom maar hier liggen. Ik zit liever rechtop in de stoel met iemand heerlijk. Naast me die in mijn hoofd kucht. Ja. Maar goed, stewardesse is volgens mij dus een heel leuk beroep wel. Lijkt me echt wel, toch wel een leuk beroep, maar het is ook een heel zwaar beroep. En vroeger mochten ze dan echt een week blijven. Ja, en dat is ook al lang niet meer zo natuurlijk. Bijna meteen terug, en je ja. Je moet ook van die nare kleding aan. Ik heb bij de Bijkorf gewerkt. Ik geloof dat het nu beter is. Maar dan hadden we ook altijd polyesterkleding. Ja. Dat is natuurlijk makkelijk te wassen. En dat gaat nooit stuk. Maar dat hebben stewardessen ook altijd. Denk, oh, hoe ongemakkelijk moet dat zijn? Dat dat hele tijd zo door die kleine ruimte in die polyesterkleding. Maar het vissen ontworpen. Ja, en ondertussen wel polyester. Ja, dat vind ik ook hoor. Maar vroeger, bijvoorbeeld, ik weet wel, een vriendin van mijn zusje was stewardess. En die ging dan bijvoorbeeld naar India. En dan al haar bijvoorbeeld gordijnen kwamen van Mrs. Dipshit. Die heette zo. Ja, daarom heb Goeie ik het naam. Herinnerde. Daarom weet ik het nog. De heel KLM ging daar zijn gordijnen halen. Oh ja, en allemaal zo. Bij Mrs. Dipshit. Ja, Dipshit. En niemand zei ooit van die bedrijfsnaam is. Kutter living. Nee, dus soms heb je van die namen die gewoon dan blijft net... wel hangen. Het blijft wel hangen, ja.
ik ga nu meteen kijken of Mrs. Dipshit nog steeds nog bestaat. Ja, dat is inderdaad onder stewardess van, dan haal ik in Dubai dit en dan in heb Kuala Lumpur daar, dat. En dan, ja. Ja. Ja, ja, dat is wel dat de exotische Pan Am lifestyle. Maar goed, er moeten sterren komen. Dus voor de stewardessen, de stewards. Stewards, het verschil hebben we ook nog niet behandeld. Maar jij zei net in de ding inderdaad dat het meer een levenskeuze was voor stewards. Ik denk dat dat bij mannen, misschien verandert dat wel een beetje, omdat nu iedereen woke is. Maar bij mannen is het toch meer echt van, ik ga ervoor, ik word steward. En bij vrouwen is het van, stewardess, het is ook een optie, weet je wel. Dus dan denk ik dat het bij mannen meer een levensdroom is. Ja. Net als met ballerina worden of zo. Nou ja, dat moet sowieso een beetje je levensdroom zijn. Ja, ja, ja. Niet waar gemaakt. Nee, dat is best ook wel veel ik had er gewoon werk. Zin in omdat ik een vrouw was. Ja, ik werd wel zo'n 24 spitsen aan. Ja. Nee, dat gaat niet. Nee. Dus hoeveel sterren geef jij stewards en stewardess? Ik geef ze 4 sterren. Nou, dat is, heel, dat is een mooie score, vind ik. En ik weet dat vanuit de leiding is gezegd dat het anders allemaal te saai is. Waarom? Maar ik doe ook 4 sterren. Want maar dat mocht wel van de leiding. Nou, dat is wel fijn, want dat wilde ik heel graag. Want ik wilde graag 4 sterren doen, want ja, ik vind het altijd heel fijn en ik vind ze altijd stellend. Meestal aardig. En, heel soms zit er een onprofessional. Ik heb er wel eens een gehad die volgens mij steeds expres tegen mij op ging lopen. Oh ja, dat heb je ook. Ja. Nee, want mensen doen altijd gewoon van, met als volle je, gewicht. Of, wam, de hele als tijd, je bekend bent, dat mensen altijd aardig zijn. Maar dat is niet altijd zo. Oh, maar die kennen mij helemaal niet hoor. Maar er zijn ook mensen. En dat is, oh, die gaan die doen expres. Naar of zo. Die denken dan, je moet vooral niet denken, terwijl ik denk helemaal niks. Maar dat is dat heb je ook wel eens. Oh, dus. Ik heb even nog over bekende Nederlands en stewardessen. Ik zat ooit in het vliegtuig, dit heb jij ook meegemaakt, naar Wie is de Mol. Ja. En dan stoppen ze je in het vliegtuig, maar niet samen. Want het is niet de bedoeling dat je als groep gezien wordt. Wel, weet ja. je. Oh ja, dat jij was helemaal in de begintijd. Nou, en heel ver weg. Een paar jaar in Australië en zo. Oh ja, nou, we gingen ook heel ver weg, helemaal naar Hongkong. Maar we zaten dus verspreid over het vliegtuig, zogenaamd elkaar allemaal niet te kennen. Ja. Maar op een gegeven moment kwam een stewardess naar mij toe. En die zei van, ja, ik vind het zo gek, want daar zit Tycho Gerland en daar zit Daphne Buskoek en daar zit Suzanne Visser. Het was ook wel een beetje op. Ja. En toen zei ik zo van, ja. Ja, ik ving op dat al die mensen samen naar een bruiloft gaan. Dat zei jij. Ja. Jee. Ik moest ter plekke iets nee, verzinnen. Je moet, ja, maar het is heel stom. Ik weet niet of ik dit verhaal ooit verteld heb, maar goed, ik vertel het nog een keer. We waren in Indonesië op het strand. Ook met Wie is de Mol. Ja, ook met Wie is de Mol. En er waren nog 6 mensen over of zo. En toen had ze tegen ons gezegd, als er vragen zijn, want er zijn Nederlanders op het strand. Ja, die komen daar dan heel veel. Moet je zeggen, dit is een pilot voor een reisprogramma. Nou, ja. Dat zou kunnen. Pilot voor een reisprogramma. Dus wij allemaal tegen al die mensen zeggen, nee, dit is een pilot voor een ook reisprogramma. Uit jezelf. Ja. Hallo. Dag, welkom. Mocht je je afvragen dit waarom ik hier ben? We hebben het ontzettend druk, want dit is een pilot voor een reisprogramma. Nou, dus wij op de strand, allemaal druk in de weer en allemaal liegen en snap je. Was een opdracht, was op een gegeven moment moesten er 3 vliegers de lucht in. Ja. En op die ene stond, wie is de mol? Ja, die mensen zijn niet gek. Oh, dat was toch zo stom. En dat reisprogramma heet Wie is de Mol? Ja, heel raar. Echt, maar dan schijnt het ook een ander programma zijn. Dus dat wordt waarschijnlijk wel veranderd, die titel. Het heet Mol Wie is. Dat is super stom. Oh, ja. Dat is niet van de leiding. Maar toen waren ze ook nog maar net bezig. Daarom. Ja, ze wisten, wat wisten nou, ze? Nou, net bezig. Nee, ja, in welk seizoen zat jij? Seizoen 5 of zo. Ja, ja goed, waarom 5 jaar bezig? Ja, maar de eerste met bekende. Precies, dat was het maar, dit is eigenlijk helemaal geen moment. Maar ik vind het eigenlijk wel een moment om even de suikerroom te doen. Ja, nou, toevallig wou ik nog iets zeggen over vliegtuigmaaltijden. Dus het woord maaltijden is nu gevallen. Nee. Dus we kunnen het hebben over HelloFresh. Ja. Want vliegtuigmaaltijden vind ik altijd een leuke verrassing. Nou, ik zat dus op die wiki en er staan dus alle afkortingen van vliegtuigmaaltijden. Want je hebt natuurlijk halal en je hebt kosher en je hebt. Maar je hebt ook BLML. Dus ik dacht dat dat iets met Black Lives Matter was, maar dat is geen maaltijd natuurlijk. Maar dat betekent bland meal. Dat is een saaie maaltijd. Die kan je dus blijkbaar ook. Dat is zonder kruiden. Maaltijd met niet uitgesproken milde smaken.
Ik wist niet dat het een optie was. Ja, de koningin van Engeland die eet dat. Dat is voor haar BLML. Want dat als prins Philip vond dat zo erg. Als ze dan gekookt werd, zoals zij het wou. En nooit een kruid. Zij hield helemaal niet van kruiden en pitting en zo. En prins Philip die vond dat heel erg lekker. Oh. Dus hij was altijd blij als zij eventjes weg was op staatsbezoek. Kon hij eindelijk een beetje tabasco. Want dan ging die kok gewoon ook een beetje zijn smaak koken. Ook wel dat je denkt... Maak twee maaltijden dan. Ja, maar zijn de rijkste mensen van de wereld. En dan kwam hij de keuken in en dan stonden ze mango te schillen. Ja. En toen zei hij, nee, zo moet je geen mango schillen. En dan ging hij het voordoen en dat was heel onhandig. En dan durfden ze vanaf dat moment het niet meer op een andere manier doen. Omdat ze altijd bang waren dat hij dan net de keuken binnen zou komen. En dan zou ze het weer op een andere manier doen. Zo'n mensplaining. Van een prins. Lastig, prinsplaining. Ja, dus nou de BLML is dat dus. Maar nu komen we dus op HelloFresh. Precies. Want die hebben dus wel met uitgesproken smaken. Want je krijgt ook kruiden bij en zo. Ja. Je krijgt een maaltijdbox. Nou, wat aan ik moet even uitleggen wat HelloFresh precies is. Ja. Het is een doos. Het is een doos. Er zit allemaal eten in. Ja. Ingrediënten. Je kan kiezen voor hoeveel maaltijden van de week. Ja. En je kan ook weer afzeggen en stopzetten een tijdje en zo. Ja. Het is een abonnement. En daar zitten gewoon recepten in die je ook vooraf hebt gekozen. Ja. En want ik vind het namelijk echt ingewikkeld. Ik denk, waar gaan we nou vanavond weer eten? Nou, dat is gewoon een hele lastige kwestie elke dag. Schrik. En dat kun je dan gewoon uitbesteden. Ja. Ja. En dan hebben ze alles dan in een soort van zakjes. Dus dan zit er ook precies genoeg in. Dus je zit niet ineens met heel veel rijst of heel veel tomaat. Nee. Het is gewoon afgemeten. Vers. Het is allemaal vers. En het is met variatie. Dat wou ik ook nog even bij zeggen. Veel variatie. De schijf van vijf en zo. Ja, de schijf van vijf. Nou ja, het is fijn dat je daar niet zo zorgen hoeft te maken. Omdat zij al dat allemaal erin hebben gestopt. Ja. Want jij gaat het misschien doen. Ja, want in de herfst moet Gijs heel vaak 's avonds werken. En toen dacht ik, ik heb echt geen zin om elke dag te verzinnen wat we gaan eten. Hij gaat in de beveiliging. Wat gaat hij precies doen? Hij gaat sowieso op theatertournee en ik zelf ook. En er is eigenlijk nooit meer iemand over om te koken. Ja. Dus dan dacht ik, idee. Dat is zo fijn. Dan komt er gewoon een doos in mijn leven. Ja. En die doos doe ik open. En dan denk ik, we doen gevulde aubergine. Prima. Ja. Doen we gewoon. Aubergine is lekker. Hè? Ik vind aubergine echt zo'n lekkere groente. Als je het goed klaarmaakt, is het heel lekker. Oh. Je moet het wel genoeg bakken, zeg maar. Anders is het rubberig. Nou, want Karim doet het zo een beetje frituurachtig. Ja, dat is heel lekker. Oh, en dan met een soort magere yoghurt erbij. Yoghurt en aubergine is een hele goede combinatie. Echt, en kruiden. En kruiden, tenzij je de koningin van Engeland bent. Maar goed, we hebben natuurlijk ook een kortingscode. Ook kortingscode, Dan ga je naar hellofresh.nl en dan toets je daarin Hello MMA. Oh, Helloma staat er dan eigenlijk, zie ik nu ineens. Helloma. Hello. En dan krijg MMA. Je korting. En daarmee krijg je de korting. €45 op de eerste 3 boxen. Nou ja, dat is super. Dus ga het proberen. Dan gaan wij nu naar het Roddelblad. Ja. Kijk, en het Roddelblad is de glossy. En ik moet eerlijk zeggen, ik was helemaal niet bekend met de glossy. Dus wat weet je beetje. Van de glossy? Nou, hij geeft glans aan je leven. Staat erop. Ja, geef Frans in. Sowieso. En het is een beetje een soort mix, wilde mix van roddeltjes, mode, oorbelletjes. Ja, toch? Nou, zoiets zie ik voor me bij dat is het dus niet. Oh. Het is eigenlijk... Het is een soort groene Amsterdammer, maar dan wat diepgaander. Nee, het is eigenlijk alles is fout aan je. Je moet alles gaan veranderen. Dus je moet gaan sporten en je moet beter gaan eten. En je moet botox gaan... in je hoofd spuiten. Als je dit leest, denk je, sowieso moet ik nu me laten botoxen. En ik moet... Al het stukwerk opnieuw. Ja, het wordt allemaal gezegd van... het is, en, er staat ook letterlijk Doutzen. Ik moet altijd bikini klaar zijn. Maar bikini klaar? Ja, we snappen heus wel wat je ermee bedoelt. Ja, goed maar... is er beroep. Ja, maar ik snap bijvoorbeeld niet als je Doutzen bent... Ze heeft niet eens een bikini aan, ze is bloot. Nou ja, goed. Nee, maar ze is dus klaar voor een bikini, dat bedoelt ze. Want ze is bloot, op dit moment aangebracht worden. Maar als ik Doutzen was, ik zou zo vaak in een bikini zitten... dan kan je beter, bijvoorbeeld wat ze heeft natuurlijk over je haar... over haar, definitief laten verwijderen. Oh, ik dacht dat ze bedoelde... ik moet altijd heel rank en slank zijn, zodat ik bikini klaar ben. Oh, dat denk ik dan als vrouw meteen. Oh, als vrouw zou ik denk ik juist van... ik denk dat ze alle haar al hartstikke haar weg heeft laten lezen. Ja, joh. Door een heel leger. Ja. Oh, nou ja, zo'n fascinerend filmpje van haar op YouTube. Dan gaat ze een soort
ontslakkingskuur doen, die ook best wel gevaarlijk schijnt te zijn. Dus doe het niet, mensen. Ja. Maar dan gaat ze allemaal rare zouten eten en zo. Of juist weet eerst naar knollen of iets. Iets heel raars. Ja. En dan zit ze zo de hele tijd met Sunri, haar man, in de keuken. Oh, ik moet weer. En dan gaat ze weer enorm zitten kakken. Ja, het is zo grappig. Ja, maar het is ook niet oké. Okay, want het is dus slecht voor je lichaam. Maar ze, en op een gegeven moment wordt die poep ook wit of groen. Oh, of groen. Iets in het geef dat, licht. Maar niet bruin sowieso. Geef licht. Maar ze heeft toch ook zo'n zus die ook zo saai Rens. Ze praten altijd een beetje saai. Oh, maar ik vind maar. Dat wel leuk met dat Friese accent. Daar hou ik wel van. Vind ik wel charmant. Het is erin gebleven. Jij hebt er je eigen gedachten over. Daar heb ik zo mijn eigen gedachten dat over. Dacht ik al in je lichaamstaal te merken. Nou, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Mooi praten. Ze hebben ze dan een stuk over plastische chirurgie. Van, goh, waarom zouden we het niet allemaal doen? En dan zegt... Dat zegt Nicole Kidman, de beautygeheim van Nicole Kidman. Wat we allemaal wel kennen. Ja. En wat helemaal niet zo'n heel goede tip is, zeg maar. Zegt ze, ik smeer zonnebrandcrème, ik rook niet en ik zorg goed voor mezelf. Nou, Nicole, dat is het niet wat je doet. En ik stop hele plastic zakken in mijn gezicht om de boel op te vullen. Ja, dat zij is toch echt wel het voorbeeld waarom horrible. Je dat zeker nooit moet zo doen. Zo mooi iemand. En dan zo raar verbouwd. Ja, even je disclaimer. Iedereen moet natuurlijk doen wat hij wil. Want ik zie al hier alweer mensen. Van, ja. Nee, Nicole Kidman is mijn beste vriendin en ze heeft helemaal geen botox gehad. Ja, precies. Ja. En iedereen moet zelf weten. Ja, iedereen moet ook zelf weten. Tuurlijk. Dus dat tuurlijk. En heel goed dat je zoveel zonnebrandcrème smeert. Ja. Maar dat is niet het geheim van jouw gezicht. Nee. En dat zegt Hugh Grant, zegt, er is helemaal niks seks en ouder worden, al vind ik het wel fijn dat ik niet meer die jonge knappe leading man in Hollywood hoef te zijn, want nu kan ik eindelijk rollen aannemen die ik wel graag doe. Oh, prima, ja. Hugh Jackman, maar... Hugh Grant. Ja, niet Hugh Jackman. Ja. Hugh Grant. Maar Meryl Streep heeft in een interview gezegd... Zij deden samen die film die superleuk is... van die Florence Jenkins. Weet je, die zangeres die heel slecht was. Nee, die klassieke gezien. Zangeres. Oh, die is superleuk. Oh ja? Ja, maar die ging dan Carnegie Hall af. Die kon helemaal niet zingen, maar die was een miljonair. En die ging dan Carnegie Hall afhuren. En die ging dan heel slecht klassiek staan te zingen. Ja. Zo'n cd van. En hoor je haar heel slecht zingen. Maar iedereen vond het ook wel weer schattig en lachte haar ook wel uit. Ja, een soort cultfiguur. Hij speelde haar man. En toen zij dat deed, was zij oud, zeg maar. Was ze al, ik geloof 65 of 70 of zo. En Meryl Streep had er wel zin in. En toen zei Hugh Grant, die haar man speelde, die zei, ik vind het prima, maar ik wil niet ouder worden dan 55. Dus ze moesten ze heel het verhaal naar beneden halen. Hè? Moest ze helemaal buiten, hij wou geen oude man spelen. En dan zegt hij hier van, ik vind het zo leuk dat ik nou geen... Dus het verhaal klopte ook gewoon helemaal niet meer. Klopte helemaal niet meer. Nou ja, wat raar. Ik vond het ook wel weer leuk dat Meryl Streep dat vertelde. Want meestal doen ze altijd een beetje zijn. Nee, maar dan heeft hij er vast ook ergens een hakje gezet. Nou, en dan hebben ze natuurlijk bekende experts over Sylvie's zomermode. Heel goed. Maar heel goed dat dit even door expert. Gives a flying fuck. Pittige korte jurkjes is één hoofdstuk, ja, zie ik. Kijk, voor 's avonds kiest Sylvie vaak voor wat langere kleding. Maar soms ook voor pittig kort. Ja, dus... Okay, dus er is eigenlijk, geen... we komen niet verder in de wetenschap. Jongens, dit is geen conclusie. Nee. Ben je zo lang Bastiaan van Schaik aan het interviewen? Ja. Nou, en... Dit gaat nog en pagina's nog, door. Chantal... Les. Bles, ik dacht die anders heet. Of dat haar zus. Nou, je is hebt ook Dani Bles. Ja, ik denk dat er een hele Bles clan en is. En toch die Janice. En allemaal over de zomermode van Sylvie Meis. En is er een eindconclusie? Of is het toch gewoon van het kan lang, het kan kort, het kan bikini, het kan badpak. Alles bij Sylvie is doorgesteld. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ze heeft hier ook een heel... Dit vind ik fascinerende badpakken. Waarin een, dus dan heb je een badpak, maar er zit een heel groot gat rond je navel. Ja, omdat dus je dan denkt, is het eigenlijk een bikini, maar... De kosten te drukken, denk ik. Heel duur stof. Ja, dan kom je s'avonds uit de douche en dan ben je hier wit en dan heb je hier een bruin rondje. Maar dat is lijkt me toch heel raar. Niet mooi. Nee, het is echt maar niet mooi. Ook haar buik vind ik dan toch, nee, denk terwijl ik, zij heeft heus wel een heel goed figuur en dan ziet het er toch heel raar uit. Ja. Je denkt, ja, de nadruk ligt nu wel erg op het centrale punt, de navel. Waar sta jij in de Sylvie Meis van 0 tot 10? Hoe leuk vind je haar? Ja, eigenlijk het klinkt een beetje... Vlees nog vis. Hoeveel maar ik heb gewoon helemaal... Hoeveel sterren Sylvie Meis? Het is een beetje zo'n bland meal. Hoeveel sterren Sylvie Meis? 2,5. Zo precies in het midden. Jij? Ja. Ik kan vriezen, kan dooien. Oh, 1. Nou, ja, ik vind haar niet... Hoe je haar niet?
Nou, nee. Maar elke keer als ik haar zie, denk ik... Jezus, ik ook gemeen om te zeggen, eigenlijk boeit me niet. Ja, dat klinkt zo van, je boeit me niet. Maar het is gewoon meer... Ja, het is wat het is. Ja. Maar ze hebben wel super goede, ook actuele dingen in de glossy. Belangrijk. Politiek. Actuele dingen. Mijn wenkbrauwen verf ik zelf, zegt Monique de Beauvry. Nou, er zijn toch dingen die ze uit zo'n interview halen als top. En het is de kop van het... Ik ook weer pagina's. Maar dat is de kop van het artikel. Mijn wenkbrauwen verf ik zelf. Nou ja. En dit vind ik ook zo goed, want er staat er als onderkop... De goede genen van Monique de Beauvry. Nou, als je goede genen hebt, hoef je je wenkbrauwen niet te verven. Dus dat is dan echt een keiharde tegenspraak. Daarom, dat is zo mooi. Ja, daar zijn zij dus altijd mee bezig met de glossy. Op het andere gezet. Ja. En dit zijn vrijgezelle Hollandse hunks. Oh. En dan hebben ze alle vrijgezelle knappe mannen die zij knap vinden of en zo. En Wesley Snijder, die was toch al met iemand? Wesley Snijder staat toch met die handbalster? Of is het... Waar een poging bij de schatrijke... Sporten, maar waar een poging. Het jachtseizoen is toch met die man geopend? Ik dacht dat zij hem met die. Je die moet met iemand kinderen krijgen. Dus er staat. Okay. Alleen er kinderen krijgen of Ferry, ook... Doedens? De rest van je leven misschien met iemand. Dus M. Ferry Doedens. Ja, Tony maar die valt junior, niet op mij. Tony Junior, Wesley leuke achternaam. Snijder. Mike de Boer en Sipke Jan, die staan samen in één. Die moeten met z'n tweeën één column doen. Ik weet niet waarom dat dit. Tigo. Zijn samen één hunk. Ik mis het samen zijn heel erg, zegt Tigo. Rick en Roy. Roy Donders en Rick Brandstede ook samen in één kolompje. Lange Frans zoekt een seksmaatje. Oh ja. Over en Thomas Bergen. Maar zij zijn met z'n tweeën van die... En nu moet ik kiezen? Dan moet je kiezen. Ja, maar de helft is homo. Dat is nee, maar je moet kiezen. Kom op. En de tijd loopt door. Nou, ik ga gewoon voor Tony Junior. Je gaat voor Tony Junior? Ja, want als ik dan met hem trouw, dan heet ik Aaf Junior. Oh, vind ik gewoon een leuke achternaam. Oh, direct ja, precies. Heel wie goed. Kies jij? Je moet kiezen. Ik weet, jij gaat natuurlijk voor Wesley Snijder, maar... Nee, ik kan niet kiezen. Oh, dat is heel laag. Ik kies gewoon hoop voor Tony Junior. Nee, kan ik kiezen. Leg het blad nu weg. Bam, bam, bam. En dat was een blad. Tikken. En dat was het roddenblad. En we gaan door naar de vraag van de week. Oh ja, de vraag. Tony Junior, het is toch ongelooflijk. Hartstikke mooie achternaam. Vergeten. Het was wel die mooi. Die had iets met want maan bedoeld. Jij stelde je heel kwetsbaar op door te kiezen. Zo gaat het eigenlijk altijd. Door te kiezen. Vond ik heel mooi van jou. Zo dat ben je ik. Zo heel ik ben zo. Mooi maakte. Ik pak even een de mooi moment. De vraag. Voor de luisteraars ook. Erbij. Toch? Komt-ie. Beste Mark, Marie en Aaf. Mijn vriend en ik zijn nu bezig om kinderen te krijgen. We zijn alleen nog een beetje aan het discussiëren over de achternaam. Want als het lukt, wil ik graag onze kinderen twee achternamen geven. Eentje van hem en eentje van mij. Want ja, ze zijn van ons alle twee. Ja, wat moet ik hiermee? Goeie vraag. Goeie vraag. Toevallig hadden we deze week met mijn zussen, die waren langsgekomen terug. Hadden we het over dat het zo raar is dat het automatisch eigenlijk altijd de man is. Dat is wel raar, en dat er vrouwen zijn die de naam van de man ook aannemen. Die heel hun naam veranderen hun als ze getrouwd zijn. Ja, ja. En in Amerika zelfs, dat je de voornaam erbij neemt. Dat je Mrs. Walter White bent. Zeg maar. Dat is zo eigenaardig. Ja, dan ben je echt gewoon helemaal niemand meer. Nee, dan ben je gewoon echt onderdeel van Siep. Vindt het wel een goed idee. Ja, die wil ook dat zijn vriendin gewoon voor een Siep heet. Siep heet. Gewoon Siep en Siep. Mr. en Mrs. Siep. Klinkt wel goed. Ja, klinkt wel goed. Maar? Nou ja, ik ben een persoon met twee achternamen. Namelijk Brand en Corstius. Dat is maar dat later. Is niet omdat mijn vader en moeder hun namen bij elkaar hebben gegooid. Maar mijn familie heeft gewoon twee namen. Met echt een spatie ertussen. En ik kan je vertellen, het is best wel onhandig. Ja, ja. Om door het leven te gaan met twee achternamen. Ik vind mijn achternaam heel mooi hoor. Ja. En ik heb er absoluut nooit afstand van willen doen. Maar het is een hoop gespel en gedoe door de telefoon. En nee, niet met een streepje. Ja, met een spatie. Brand met een DT. Corsius met een C. Ik zeg altijd Brand. En dan schrijven mensen Brand. Oh. En dan ben ik hartstikke tevreden. Dus gewoon puur voor je kind ze tijdsmanagement later in het leven. En bellen en dingen doorgeven is één naam handiger. Ja, vind ik. Ik zag ook dat bij de dingen, bij de reactie, dat het niet kan. Of nee. Mensen zeiden, nee, het kan niet. Je kan wel als laatste bezig voornaam. Met een wetswijziging. Je kan als laatste voornaam wel een achternaam doen. En dan zou je, als je het allemaal achter elkaar, toch die twee namen hebben. Maar je kan niet officieel ze twee namen geven. Nee, dus dan zou je de tweede naam moet dan bijvoorbeeld Jansen zijn. Dus van,
Hij heet Pietje Jansen, ja. Zwart. Ja, precies. Dat kan je doen. Maar ik vind het ook... ja, weet je, als je kinderen gaat krijgen... Ik vind dat je het dan eigenlijk over belangrijkere dingen moet hebben van tevoren. Of zeg maar, een beetje wat we zeiden over die stewardessen. Pick your battles. Mm-hmm. Ik denk, dit is uiteindelijk niet waar het om gaat. Haar vriend zegt ook, kies maar welke naam je mooier vindt. Ja. Er is altijd, meestal is er wel één naam leuker. Ik had een vraag gesteld. Ik had gevraagd, is de mooiere naam? En toen zei zij, mijn vriend en ik vinden allebei zijn naam het mooiste. Dan lijkt het me gewoon zo klaar als een klontje. Ja, want het is wel heel fijn om een beetje een leuke achternaam te hebben. Nou ja, kijk, bij Gijs en mij... Gijs heet Groenteman, wat ik een hele leuke naam vind. En ik heet Brandkorstis. Maar ik vond het makkelijk, omdat hij al twee kinderen had... die ook Groenteman heetten. Ik denk, ja, dan is het wel leuk als de halfbroers en zusjes... wie er ook nog komen. Ja, dat leek me sowieso handig. En het leek me ook handig om een keer een naam te hebben... die je niet altijd hoeft uit te leggen. Althans, in Nederland. Ja. Snapt iedereen die naam. Ja. Maar ik denk echt dat het gewoon een onhandige toestand wordt. Voor iets... Kijk, de feministische zaak is heel belangrijk, maar ja, je kan gewoon kiezen. Mag al kiezen. Kan het jouw eigen naam geven. En dat vindt haar vriend ook prima. Ja. Dus die strijd is al gestreden. Ja, en heb jij met jouw trouwen... Ja, nee, ik ga niet ineens Aaf Groenteman heten. Nee, maar ook niet Groenteman. Wij hebben allebei de naam erachter. Oh ja, dat vind ik... Ik vind dat in mijn geval echt te veel lettergrepen worden. Ja, dat is bij jou echt wel... Dat is echt een vraag om problemen. Ja, dan krijg je echt... Dan moet je zo lang praten, heb je je naam. Nee, maar ik vind het ook niet... Ik ben gewoon Aaf Brandkorstius en Gijs is gewoon Gijs Groenteman. En zo is het precies. Goed. Ja. Ja. Ik vind het dan leuk om dat over 100 jaar dan terugkijken. Dus denk ik, oh, die hoorden bij elkaar. Ja, daar heb je wel gelijk. Dat vind ik qua naam leuk. Ja. Dus ik heet Huibrecht Talbi en hij heet Talbi Huibrecht. Ja, vind ik bij jullie ook leuk, omdat het zulke verschillende namen zijn. Precies. Dus dan heb je een soort van geinige mix en match. Ja, het is echt. Ik vind het leuk als er iets van de overheid komt. Want daar staat die naam volledig op. Niet in het paspoort. Maar wel staat in dingen. Het niet zo in je paspoort? Nee, niet paspoort. Want dat is in het buitenland echt wel onhandig. Denk je, twee mannen. Snappen ze het weer niet. Nee. En dan moeten alles wat gesloten en dan gaat het onderzoeken. Ja. Dus snap je, er komt van die tape op de grond. Van, er is hier misdaad gebeurd. Word je weer opgesloten. Dus, ook gedoe op je vakantie. Maar ik denk dat ze... dat ze voor de leukste naam moeten gaan. Ja, dat zou ik gewoon doen. Ja, want kinderen zijn uiteindelijk toch blij met een leuke naam. En als zij een hele saaie naam heeft, dan vind ik dat... Dan is het gewoon haar schuld. Ja. Nee, maar wat zij ook zegt, van dan ben je op papier niet onderdeel. Ik ben dus op papier ook niet onderdeel van de groentemannen... die bij mij allemaal in huis wonen. Maar het is echt niet zo dat ik dat ooit voel. Zo van... Zijn wel. Zij rollen waarschijnlijk heel vaak met hun ogen. Ik met z'n allen aan een andere tafel zitten te eten... en ik in de keuken moet eten. Maar nee, maar ik denk natuurlijk nooit van... Goh, ik heb deze twee kinderen gebaard, maar ze heten Groenteman. En daarom heb ik eigenlijk heel weinig met ze te maken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, daar gaat het echt niet om. Nee. Dus ik denk dat je gewoon voor de leukste naam moet gaan. Ja. En dat is ook een goede leidraad. Want zij vinden alle twee die naam het leukste. Ja. Dus dan is ze ook niet van... Dat is ook fijn dat ze daar geen discussie over hebben. Ja, precies. En dan haal je ook heel het gevoelsmatige ervan af. Daar gaat het er even helemaal niet over. Het gaat gewoon over... Je wil je kind een leuke naam geven. Ja. Ja. Dat lijkt mij zo klaar als een klontje. Ja. En weet je... Oh. Ja? Nou ja, nee, dit is eigenlijk een pointloos verhaal. Doet er helemaal niet toe. Nee. Nee, sorry, dit was... Dit heeft helemaal... je nooit eerder tegengehouden. Nee, maar wat? Wat zou je Ketel zeggen? Ketel zet van de podcast. Nou ja, daar is heel de podcast je Schuurman, die ging toen trouwen met Thuis Reumer. En toen waren ze ook de hele tijd heel druk met allebei die achternamen de hele tijd. Ja. Maar uiteindelijk is Katja Schuurman natuurlijk gewoon Katja Schuurman. Ja, dat was met Patricia Pai en Adam Curry, die heet ze de Curry Pai. Die zou dus... Dat heb ik me nooit gezien. Nee? Ja, die woonde toen nog bij ze om de hoek. En toen had ik dat niet eens. Hoek bij hun? Ja, toen ik opgroeide, woonde ik Amsterdam-Zuid. En zij woonde in de Beethovenstraat. Oh. De hele familie Currypie. En nooit is het in mijn hoofd opgekomen. Dat zij Currypie heet. Echt bizar. Ja, toch heten ze zo. Maar goed, ik denk dat we er wel uit zijn. Want het is goed om de onderliggende gevoelskwestie eruit te halen. Want anders, want daar doe je jezelf eigenlijk alleen maar... Je valt niet buiten mee. In het gezin. Nee hoor, niet als je die kinderen zelf gebaard hebt. En trouwens ook niet als je ze niet zelf gebaard hebt. Als je een gezin bent, ben je gewoon een gezin. Ja.
En nou ja, veel succes ook, want er is niet eens een kind. Dus we zijn druk heel bezig vroeg mij zwanger te krijgen. Vond ik wel heel leuk geformuleerd. Ja, het lijkt ook heel de familie ermee bezig voor je. Klappend en aanmoedigend. Ga ervoor. Ja, heel goed. Nog heel een keer. Goed. Nog even. Ja, ja. Succes en plezier. En daarna met je benen omhoog, toch? Oh ja, dat is ook gewoon een gratis tip van jou. Ja, nee, ik dacht na de bevalling, maar jij bedoelt na de bevruchting. Eventuele na de bevruchting, ja. Ja, dat schijnt te helpen. Veel met je benen omhoog. Gewoon even met je benen tegen de muur. Ja. Dat is ook best wel een lekkere, chille houding. Ja. Fijne houding dus. En dan, even dan uitrust, alles, alles op de bestemming aan. Moet jij zo opletten. Nou ja, dit was het dan weer. Tot de volgende keer. Tot dan.